Wij zien hier heel wat klanten terug. Klanten die al onze machines staan hebben, zowel naar etiketering als naar wegen toe. Wij ontmoeten ook heel wat nieuwe prospecten of contacten uit heel diverse sectoren. Dus dat maakt het voor ons zeker heel interessant vandaag. Zoals je hier op de achtergrond kan zien, hebben we trachten een invulling te geven aan de food terrace. We hebben met een aantal exposanten hier rond de food terrace hebben we de koppen samengestoken. En zijn we gaan kijken van hoe kunnen we iets trachten voor elkaar te krijgen, zodat we een betere verbinding krijgen als bedrijven onderling. En zo is dit eigenlijk tot stand gekomen. We hebben een leuke transportbaan gebouwd, waar dat allerhande producten op aanwezig zijn die mensen dan gratis mogen meenemen. We hebben nog nooit op een beurs gestaan in het 10-jarig bestaan van Ecopak, dus we vonden het wel nuttig om een keer op een van de belangrijkste beurzen in België, Europa te staan. We hebben heel veel contacten al kunnen leggen en we hebben al heel veel positieve reacties gekregen op onze stand en op onze manier van aanpak. Het blijft nog een vaste waarde voor ons in het beursmilieu in België en Nederland. Het wordt goed bezocht door onze klanten en door nieuwe prospects. Jaar op jaar halen we er toch altijd nog steeds nieuwe klanten uit boven. En de bestaande klanten komen ook met nieuwe projecten aandraven. Dus het is voor ons, zelfs dit jaar, eigenlijk nogal een succes. Empac heeft er heel goed aan gedaan om toch de beurs door te laten gaan, want Brussel of hier, wij merken weinig verschil. We hebben een hele goede beurs al gehad.